ik ben Anthony van Gitaartraining Studio en deze video zullen we het hebben over de Barré-akkoorden. Specifiek gezien vanuit het punt van wat moet je doen op technisch vlak als je moeite hebt om ze te vormen. En Barré-akkoorden zijn een van de moeilijkere dingen in de levensloop die je zult ervaren als gitarist. Voor veel mensen zijn ze zo het kantelpunt tussen beginner en halfgevorderde. En ze zijn niet te onderschatten, maar daarom niet onoverkomelijk moeilijk als je weet hoe je ze best kunt aanpakken en wat dat ook de oorzaak is van je problematiek als je moeite hebt met Barré-akkoorden. Door die oorzaak eigenlijk in de schijnwerpers te zetten, of de oorzaken, dan kunnen we gaan remediëren. Al is het ook zo dat Barré-akkoorden, en daar komen we dan direct op terug, hoe dat komt, dat dat een heel eindje duurt eer dat je die echt goed onder de knie gaat hebben. Maar we zullen beginnen met het eerste. Dus je kunt hier ook volgen in de tablatuur of in het akkoordendiagram. Gaan we eigenlijk het G-akkoord in Barré spelen. En veel mensen spelen de eerste Barré-akkoorden dus hier op de brede fret, zeg maar, van de gitaar. Zoals zelfs soms hier sommige mensen beginnen met het F-akkoord. En dat is eigenlijk direct al een probleem vragen als je daarmee begint, want Barré-akkoorden vereisen dus veel techniek. Veel van je hand, we komen daar direct ook op terug. Maar als je dat direct op de bredere frets van de gitaar gaat oefenen, dan zit je heel vaak al in het probleem. Want dan maak je het onnodig moeilijk voor jezelf. Het is dus beter om hier te gaan oefenen, bijvoorbeeld op de 8e of de 7e fret, of zelfs nog ietsje hoger. Omdat het daar gemakkelijker is, omdat je hand toch minder spreiding nodig heeft voor die barrière. Hier aan het 7e vakje of het 8e vakje zijn de frets, dus, of is de toets, de plaats tussen de frets, iets minder breed. Waardoor dat we eigenlijk onze hand ook minder moeten belasten. Dus de Barré-akkoorden worden ietsje gemakkelijker. Nu, een Barré-akkoord op zich kan je dat gaan oefenen, zoals dat vele mensen doen, door gewoon je wijsvinger plat te leggen. Zo. Het antwoord is ja. Maar het heeft maar gedeeltelijk nut om het zo te oefenen, want als je dan de overige vingers van je Barré-akkoord erbij zet, dan gaan we eigenlijk zien dat we enkel de snaar moeten indrukken, hier met de wijsvinger, op de zesde snaar, dus de lage E-snaar, op de B-snaar en op de hoge E-snaar. Dus eigenlijk die drie snaartjes hier tussen, die zijn nu niet echt volledig ingedrukt. Waarom? Omdat die toch gefret worden, neergedrukt worden door die andere vingers. Dus dat is goed om te weten. Het heeft sowieso nut om soms te experimenteren met die wijsvinger. En die kunnen we dan op verschillende fretjes houden. Heel zelden ga je dat nodig hebben als een akkoord. Klinkt ook niet echt zo toegankelijk, dit akkoord. Dus heel, heel zelden. Gaat dat echt een ding zijn dat je moet gaan gebruiken, die wijsvinger op alle zesde snaar. Maar het is wel een goede oefening. En het bouwt ook de eeltlaag op de onderkant van de wijsvinger. Dus als mensen beginnen met de barré's en ze storten zich in de barré-akkoorden, dan gaan we eigenlijk ook zien van dat ze die eeltlaag nog niet hebben. En afhankelijk van wat dat de actie is, dus de afstand van het fretbord naar de snaar en afhankelijk van de dikte van je snaar, dan gaat die eeltlaag tekort schieten. Of als die nog niet ontwikkeld is, dan heb je hier nog geen eeltlaag, als je nog nooit Barré-akkoorden hebt gespeeld. Dus dan kan je ook nog niet verwachten dat alles perfect gaat lopen in het begin. En zoals ik dat juist al zei, eigenlijk moeten we gaan realistische doelstellingen stellen rond de Barré-akkoorden. Ik heb er zelf ongeveer een jaar over gedaan om de Barré-akkoorden, toen ik dus de gitaar volledig aan het leren was op vlak van Barré-akkoorden, ongeveer een jaar over gedaan om de Barré-akkoorden volledig correct onder de vingers te krijgen. Dat wil zeggen, snaar per snaar kunnen gaan spelen.
Nu, dat is een realistische doelstelling, omdat uiteindelijk we willen dat proces van gitaar te leren, niet rushen, we willen daarvan genieten. En het geeft ook op om zo van die realistische doelen dan voor jezelf te stellen en niet in proberen 2 weken de barré-akkoorden volledig onder de knie te krijgen. Of toch deze vorm van barré-akkoorden, want er zijn andere vormen ook. En dan gaan we... Dan hadden we het over de dunne snaren. Dus hoe dunner de snaren waarmee dat je speelt, hoe gemakkelijker om barré's te vormen. Maar er is natuurlijk een hele discussie van welke set snaren gebruik je. Dus ik zou ook niet te dun gaan spelen als het niet nodig is. Alhoewel dat je eigenlijk... Dat is een hele discussie apart en we kunnen dat sowieso nog een keer over hebben. Maar als de actie, de afstand van je fretboard naar je snaar te hoog is, zoals dat heel vaak het geval is met een gitaar die uit de fabriek komt, in de winkel hangt, je koopt die uit de winkel, maar die wordt nooit afgesteld, dan is de actie heel vaak te hoog. En dan zal het moeilijker speelbaar zijn natuurlijk op een niet afgestelde gitaar. En een gitaar moet eigenlijk afgeregeld worden, als je het goed wil doen en serieus wil nemen, door eigenlijk een gediplomeerde gitaarbouwer. Dus, en dat kan je eigenlijk gaan opzoeken voor jezelf. Als je bijvoorbeeld merkt dat die afstand naar de snaren te hoog is, je kan dat bijvoorbeeld voor jezelf gaan doen. Als je dat kent, die actie, je kan dat bijvoorbeeld ook perfect zelf doen. Maar als je dat niet wil gaan doen, zelf kun je dat dus door de gitaarbouwer laten doen. En die stellen de gitaar perfect af. En als ik bijvoorbeeld mijn gitaar bij de gitaarbouwer hier lokaal heb binnengedaan, dan krijg ik eigenlijk een heel speelbaar instrument terug. Dus dat is zeker ook een deel. En dan voorlopig, wat dat we nu als laatste gaan bekijken, is eigenlijk de voorbereiding op de barré-akkoorden. Dus we hebben het al gehad over die eeltlaag kweken door die vinger te leggen. Door zo wat slidejes uit te voeren. Eventjes, je kunt dat heen. 20 minuten na elkaar zo gaan oefenen, dat is redelijk saai, maar dat helpt ook voor je eeltlaag. Wat dat je wel kunt gaan doen, verder dan dit, is eigenlijk dus je vingers op de barré-akkoorden zetten zonder die barré te leggen. Maar wat gebeurt er heel vaak in het begin dat mensen barré-akkoorden leren, is dat die vingers tegen elkaar gaan vallen. En ze gaan eigenlijk gaan vallen tegen elkaar, omdat de druk, de kracht in hun vingers is nog niet sterk genoeg om iedere vinger onafhankelijk te laten werken. Dus wat dat er gebeurt vanaf dat we druk zetten op die hand, is dat die vingers gaan beginnen tegen elkaar leunen. Omdat bijvoorbeeld die vinger zet kracht en die wil eigenlijk wat helpen duwen met die vinger, dus ze leunen allemaal tegen elkaar. Als dat het geval is bij jou, dan kan je er dus ermee starten om de barré-akkoorden te oefenen zonder de barré te leggen. Dus je gaat eigenlijk de vingerzetting gaan vormen van je barré-akkoorden. Maar je gaat nog niet de wijsvinger gaan platleggen. En je kan eventjes volgen hier op de video als je wil zien hoe je vingers moet houden. Dus dat is eigenlijk in dat geval mijn wijsvinger op het 8e vakje. Dan de ringvinger op de snaar eronder. Dus dat is op de dikste snaar. Dus op de 2e dikste snaar gaan we het 10e vakje spelen. Dan de 3e dikste snaar gaan we met de pink spelen. En dan de middelvinger neemt de G-snaar. Dus de 4e dikste snaar, zo gezegd, op het 9e vakje. En dan gaan we die 2 snaren gewoon los spelen. Heel mooi akkoordje. We kunnen die akkoorden ook gebruiken om toffe dingen mee te spelen. Dat zijn heel toffe akkoorden om mee te gaan experimenteren door ze gewoon op verschillende frets te gaan doorschuiven op de hals van de gitaar. Op sommige frets ga je merken zeg dat je een soort obscure jazz song bent, dat dat waarschijnlijk niet het meest toegankelijke geluid zijn wat je op zoek naar bent. Dus je kan ermee experimenteren op andere frets, zoals hier het 8e vakje of het 10e vakje. Klinken die wel goed? Dus dat is een hele goede oefening
om ervoor te zorgen dat je die vingerzetting leert kennen van je Barré-akkoorden, zonder eigenlijk je vingers te laten onnodig veel werk doen, omdat die kracht er nog niet is. Dus zo kan de kracht in de vingers ontwikkelen. Dus laat gerust weten, laat gerust een comment na op de video en zeker even subscriben, zo krijg je de laatste nieuwe video's op je YouTube homepagina. En neem zeker ook even een kijkje op de website gitaarles.be. Daar vind je eigenlijk verschillende gratis bronnen, e-books enzovoort, die je kunt downloaden als gitarist.